De creativiteit die uit de grond spuit, dat is helemaal niet waar. Dat is zo'n misvatting, dat is hmm, niet waar. Waarom? Dat is gewoon, gewoon kloten. Dat, dat is aan tafel zitten en, hmm. en, en hard nadenken. En dat is bijna een idee dat je eigenlijk niet tegen je baas durft gaan vertellen, omdat je weet, je hebt er goesting in, het is nog niet gedaan, je hebt geen dingen. Maar je weet, vanaf het moment dat ik het ga zeggen, gaat er een financiële directeur bijna een hartaanval krijgen en gaat er... Uh, een berg in gang komen dat je gewoon. die ballen in iemands gat steken. Ik denk niet dat VTM dat, dat profiel is wat dat VTM nog op zoek is. <laughs> die zijn totaal onbeschaamd. Dus die liepen de helft van de tijd met mijn penis tegen elkaar te kloppen en zo. Dus daar, die hebben veel meer gezien dan de mensen thuis. In die zin. Uh... Ik bedoel, situaties als deze of radiointerviews, of vind ik van, ik denk daar niet heel actief over maar Ik zie wel wat er uit mijn mond komt vandaag. Dat vaak waggig is ook natuurlijk en onsamenhangend. Jan Eelen, goudsmid bij Woestijnvis, bereider van onder meer in De Gloria, Het Eiland, De Ronde, Cowboys. Denk Jan weg uit Vlaanderen, dan denk je vernieuwing weg uit fictie. Hij werkt leeftijd overschrijdend en hokjes verbrandend, bedenkt, schrijft, regisseert en hij bleef bij zijn productiehuis in tijden van publieke cholera. Hoe schrijft Jan een scenario van A tot Z? En hoe blijft hij stabiel als creatief denker en behoudt hij de rust als regisseur? Jan is naar eigen zeggen een warhoofd om te interviewen. Ik ben een warhoofd dat interviewt. Komt dat goed? Misschien. Misschien ook niet. <laughs> dat je hier dan toch zet. <laughs> Oké. Okay. Uh, Jan, vriendelijk bedankt om hier te zijn. Graag gedaan. Um, even een citaat uh, van uh, Stef Aerts. Um, alle figuren in Cowboys zijn deelpersoonlijkheden van Jan Eelen. Het grappige is dat hij het meeste van zichzelf in de kwaadaardigste personages gestoken heeft. Kettel Benson bijvoorbeeld, een personage dat, dat later in het verhaal opduikt. He is evil. Als Jan Kettels lijnen las, en dan gaat Simonie verder, dan zag je hem genieten. Ja, dat is zo. Dat zijn van die personages, die als Beki Laplace, Ketel Benson. Wat het daar heel plezant aan is om, om die te schrijven, dat is dat die hele tijd ontregelend zijn. Dus elke situatie waar die in zitten, zijn de hele tijd op zoek naar ook kunnen nu de grootste klootzakken uh, uithangen of uh, mm -hmm. waarop op we welke knop moeten duwen om uh, dingen. En ja, dat, is gewoon, dat zijn gewoon heel plezante mechanismen om over na te denken. Dat, dat moet het al in het echte leven niet doen, wat dat al, uh, al, goed is. Maar, maar, maar jij daarvan? van die te schrijven of van die te van klootzakkerij in het algemeen? Nee, ik doe zo weinig mogelijk aan mensen aan wat ik niet wil dat ze okay. aan mij aan doen de Bijbel in dertig. <laughs> um... Want een ander uh, citaat: de serie vult een gat. Ze is alles wat de VRT niet mag en de VTM niet wil zijn. Ja. Vind ik een goed citaat, hè? maar ik vraag me dan af van. Uh... Ja, de, VT, de VTM wil dat niet zijn, omdat, um, omdat die ja, personages laten doodgaan op zo'n manier. Of, 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 of Japanners die ballen in iemand zijn gat steken. Ik denk niet dat VTM dat, dat profiel is waar VTM naar op zoek is. <laughs> um, en de VKT mag dat niet. Natuurlijk mogen die dat wel, maar uh, ik zou de... De mails niet willen krijgen van al de mensen die. Ja, uitsluitend. Heel veel mensen die uitsluiten naar één kijken. En uh, mm. wat dat hun gegund is, natuurlijk. Maar uh, ja, ja, ja die als, die, als je die gaat beginnen bruskeren met, met, met Japanners die ballen in zijn gat steken. Ja, dan, dan, dan komt er weer met ons belastingsgeld. En eigenlijk had ik nu voor de cowboys heel weinig argumenten om te zeggen van. Ja, eigenlijk heb je gelijk. Uh, uh, ik moet je daar niet mee lastigvallen. Uh. Maar je zou dan wel kunnen zeggen dat, dat net goed is dat je op dit moment voor vier werkt. Omdat. Ja, dat, dat was voor, 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 voor de cowboys was dat ideaal. Ja. Maar dat is, ik vind dat allemaal veel heel relatief geworden. Uh, voor wie dat gewerkt of voor wie. Ik vind dat allemaal. iedereen dat dat moet zien of wil zien, gaat dat kunnen zien. Hè. Het zij op telenet, het zij er binnenkort een dvd uit. Het... Allee, wat dat betreft, uh, of verliepen? Of, uh... Ja, oké, okay, maar een van de dingen waar je heel goed in bent. Mijn pa, uh, is iets ouder, uiteraard, uh, maar ook iets klassieker. Maar die, uh, als hij s'avonds het eiland uh, bekeek vroeger, schaterlachte hij die wel. Die ging daar helemaal stroom, jij een stuk van, 13, 14. Ah, oké, okay, maar je keek samen met hem dan. Ja, 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 dat is toch leuk? Dat is heel zwaar. Ja, ja. Maar het zotte is, nu kijkt hij naar de Cowboys omdat je weet dat jij dat hebt gemaakt. Ja. Allee, het publiek blijft wel bij u, wat dat opmerkelijk is voor, voor toch de thematiek die je behandelt. Ja, het goede aan de, aan de cowboys is alleen, want dat is altijd de oefening natuurlijk. Je hebt de fans om. Uh, maar dat was van in het begin eigenlijk, vanaf dat we met in de Gloria naar één gingen. Dus in de Gloria was voor Canvas. En uh, uh, ze hadden ons gevraagd voor iets voor één te maken. Dacht ik onmiddellijk... oh, maar dat's, 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 ik vond dat heel interessant om inderdaad. Um, uw baan nu misschien wel, maar, maar een hele hoop mensen kennen Canvas niet of ze hebben nog nooit in de Gloria gezien, weten niet wat dat, dat is. Um, maar ik wou die wel bereiken, Allee, ik, vond die wel, ik vind dat wel interessant van, van, van veel mensen te laten kijken naar wat dat gaat maken. Zijn. Mm -hmm. Maar ik, het belangrijkste toch, en dat was toch altijd de eerste regel, was van die mensen die ondertussen uh, zot van ons zijn, of ons heel graag hebben door in de gloria, ja, die, dat zijn de, dat zijn nog altijd, die hebben het eerste ticketje gekocht, die zitten nog altijd op de beste uh -huh. plaatsen op de boot. Hè. Dus uh, uh, mag, mag, mag er mag meer volk op, maar dat... En dan moeten we moet erin slagen um, van, van die mensen die, ja, die nieuw op die boot komen, van die toch, ja, wat wat wegwijs te maken, zonder dat je die van het upperdeck uh, beschaamt dan of uh, en hoe doet u dat bewust? Heel lacht over nadenken. Dat is, dat is de de oefening dat gemaakt. Dat is uh... je een concreet voorbeeldje. En ik zal op een persoon denken de cowboys ja, dus je weet oké okay, met de cowboys weten van oké okay, ja, iedereen gaat denken ja, dat gaat over seks gaan maar jij weet op dat moment al nee dat gaat eigenlijk niet over seks ja natuurlijk je moet even laten zien wat dat die doen mm -hmm. maar daar gaat het dat niet over en, maar je ziet wel mijn zegen wat ik dat er om de vijf seconden een dildo of een door het beeld vliegen of iemand heeft dat in zijn handen of in, ik zeg dat eigenlijk helemaal niet meer zo, maar zo eigenlijk ik zie daar constant zie in. dat penissen eigenlijk uh, mm. uh, maar het is nooit plat dat, dat, was, dat was een voorwaarde al om met te beginnen. Ik had geen goedsje gekomen om, om veel seksmoppen te maken of dingen die mislopen tijdens de, tijdens de daad en zo. En, ja, dat is natuurlijk een onuitputtelijke bron ook. Mm -hmm. Eigen... nu, het, was, het was de eerste keer dat je, dat je een zijn regisseerde, mm -hmm. had gelezen. Uh, Citaat van Stef Aert. Ik had op mijn eerste draaidag meteen een hoop seksscènes. Ik wist dat Jan dat nog nooit geregisseerd had, dus had ik hem op voorhand gezegd dat hij duidelijk moest zijn en zo precies mogelijk moest zeggen wat hij wilde. Haalt zijn schouders op. Dat advies heeft hij ook op zijn typische manier opgevolgd door bijvoorbeeld in onze oren te brullen dat we moesten pompen. En dan Hollanders... Die gastactrice heeft hij heel voorzichtig en respectvol benaderd, maar tegenover ons had hij al snel geen gijnen meer. Dan riep hij, kom aan, stoempen, of je hebt weer een puist op je gat. Maar ik klaag niet, het werkte wel. <laughs> What the fuck? Oeh, maar dat is allemaal overdreven, één. Dat is okay. allemaal overdreven. Uh, maar twee, ja, daar komt het eigenlijk wel op neer. Ik bedoel... Allee, je moet er ook niet te veel over zeven En, en zij, dat was natuurlijk het probleem met een groot bak, als op voorhand hoe oh, Seks ons bloot, gaat en zo? Ja, oké, okay, dan moet je ook niet zagen achteraf als het effectief zover is. En ja, dat is, denk ik, en je het moet het doen. Hè. Mm -hmm. En dat is altijd, natuurlijk is het altijd... Um, met respect, zal ik nooit uh, uh, mensen dingen laten doen dat ze niet willen doen. Maar dit moet wel vooruit gaan Je moet op dat moment, het enige dat belangrijk is, dat moet snel... Je moet dat zo snel mogelijk... Uh, je moet daar niet meer beginnen zagen van... Uh, van hoe dat de scène ineens zit, of dit en of. Nee, nee, dat moet snel werken. En, ja, en dan de bevelen dat ik daar uh, geef, ja, dat maakt dat je snel kunt werken. Hè. Ja, want je werkte met heel grote penisprotheses, omdat je eerst penissen wat tonen, maar door het feit dat die. Dat die want het waren niet de echte penissen, maar dingen die erop. Maar die waren door, te groot, die waren, nee, voilà. die waren lelijk. Um, die, en dan heb je gezegd van, fuck it. Ja, en dacht ik ook van, het is ook niet nodig van ze, van ze frontaal te laten zien. En zeker als je met protheses gaat werken. Mm -hmm. Dus dat was, dat was, was blijkbaar dat, dat we... De eerste keer dat we met een prothese gedraaid hebben, was in de sauna. En daar losse die je toch al heel hele tijd toch dat water. En na nou, vijf minuten was het al, had ik het gehad tegen dus. en, en nu weet ik terug wat ik wou zeggen. Want een paar gezichten, oké, okay, ja, die heeft ook gelachen met de cowboys. Maar mm -hmm. dat... Dat vind ik heel goed, want die, heeft ook een, uh, een, die zit ook op bovenste dek. <laughs> ja. um, maar er zijn uh, uh, nu met uh, Cowboys in hoop uh, 16, 17 jaar uh, ingestapt. En ja. die zijn ook heel, heel, uh, daar heeft de reeks heel, heel hard geleefd. En dat vond ik, dat vond ik uh, dan dacht ik van, nou man, ja, van <laughs> nice. absoluut, maar ja, voor een 45-jarige. De... Nice, absoluut. Ja, omdat dat ook zo belangrijk is om die, om die mee te krijgen. Uh, uh, anders moet je met inderdaad voor één een reeks gaan maken hè, waar je dat weet, van ja, dat zit uh, Maar jij verandert altijd enorm Allee, bedoel, het is niet dat jij je eerste trucs uitmelkt want ik herinner mij de eerste review van uh, het eiland die, wa Allee, die waren slecht Johan, wat was het? Ze, ze legden mij de citaat voor Nee, ze vergeleken het met in de Gloria en dan zeiden ze, uh, als je dat verwacht dan ga je van een kale reis terugkomen ja. en het must iets te veel Alleen bedoel maar je verandert wel altijd van koers. En Het feit dat je nu jonge mensen bereikt, is volgens mij ook die thematiek. Hè? Ja, wel ja. Dat, dat is dus ja, dus dat, dat, ja, dat, dat wisten er wel. Hè. Dus thematiek, jong gasten, zien er allemaal goed uit. En uh, nee, ja, dat ja, wist je hey, wel. Man, ja. Hoe zien die eruit? Jesus fucking Christ. Ja. Was zij het personeel waarmee jij werkte? Cameramensen of geluidsmensen? Zaten daar vrouwen bij? Ja, er zaten veel vrouwen bij. Maar nou, die, die... Dan gebeurt er toch iets? Nee, Janine een tijd tijd ze dat wel gewoon uh, en zeker die zijn totale beschamte ze dus die dat in dan een tijd mijn penis tegen elkaar te kloppen en zo dus dat, die hebben veel meegezien als dat de mensen thuis in die zin uh, uh, ja, het was wel een plezante set om op te staan, het was uh... <laughs> oké. <Okay. laughs> maar die gaan ooit schrik dat uh, Titanic gewijs uw boot gaat kapseizen. Dat, dat zal wel, maar ik ben er sinds niet mee bezig. Het is niet uh, ik laat me niet verlammen door wat ik al gedaan had. Laatst moest ik nadenken over wat, wat, wat mijn grootste kwaliteit was. of weet ik veel waar. En ik kwam niet verder als dat. En misschien is dat toch. Wat dat toch uh, mij helpt, dat is inderdaad. Ik ben nooit bezig met wat ik gedaan heb. Mm. Oké, okay, ik, ik weet dat dat goed geweest is. En, allee, of, of ik vind het zelf ook nog altijd goed. Maar stel dat onverwachts gebeurt. Wat gebeurt? Dat je iets maakt. En... Dan zal ik het op voorhand wel al weten voordat het op tv komt dat het, dat het mislukt is. En wat dan? gaat lopen hè <laughs> naar het buitenland. Nee, ja, dan zal maar dat zal nooit zo ver komen. Um... Dat, dat, nee, dus het is een self-fulfilling prophecy. Ja, maar het risico bestaat. Ik bedoel, ik ben aan de cowboys. Ook beginnen filmen zonder einde. Voor hetzelfde geld had ik het niet gevonden aan het einde. Hè. Dan... Maar dat vind ik zot, want je had gewoon... Gewist een, een, van die een dag heb ik een ploeg en dan begint het. Ja. Maar, maar je schrijft daar naartoe. Ik bedoel, je, je hebt op een paar maanden wel... Ja, ja, dus ja, maar je weet, je weet, je weet dat er uh, een hoop dildo's zijn binnengekomen. Dat weten we al allemaal dat, dat er 1500 zijn. En dat dat moeilijk is van die kwijt te is uh, Dus je kunt al veel draaien. Hè? Voordat die daar al staan, voordat die camion aankomt met dildo's, is er al een hoop dat je kunt doen. Uh -huh. En dan um, is het kwestie van u te laten spreken wat er op dat moment. Uh... In uw kop omgaat. Oh, in de kop of wat er op de set zie gebeuren. Hè? Uh -huh. Want straffen is nu, dus ze zijn een DVD nu aan het maken. En het moment waarop, dat we, of waarop dat ik erop kom van hoe dat Jay Vleugels dus, uh, Fuck, aan die Batman-baga laten hangen zonder dat er iemand bij was. Niemand ja, was dat toevallig aan het filmen, terwijl we naar die Batman-baga aan het kijken waren. En ons afvroeg van wat zou er gebeuren als het er effectief blijft. Serieus? Ja, 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 iemand was echt toevallig. Ik ben een gz aan het filmen en we beginnen erover te fantaseren. En dat was eigenlijk het zaadje voor wat dat later einde zou hoorten. Dat... Uh -huh. Sommige een kritiek uh, waar dat kan inkomen waar ik niet geheel mee akkoord ga. Uh, maar vind naast letterlijk uh, ook figuurlijk het einde een beetje bij het haar getrokken. Ja, dat kan. Dat kan, ja. Oké. Okay. Okay. Ah, ik vond dat... Ja, nee, nee, nee. Uh, uh, de bedoeling was of het, is, het was niet de bedoeling van twee, de meerdere reeksen te maken. Uh -huh. dus ik, ja, is, dat is heel moeilijk, hè, iets eindigen. Alleen... Want creativiteit heb jij ooit eens omschreven als een manier zoeken om uit de problemen te komen die je zelf veroorzaakt hebt. Ja, dat is zo, hè. Wat had jij zelf veroorzaakt dat je ooit ze uit moeten geraken? Alles, hè. Doordat je zegt van... Uh, ja, het is goed, uh, houd dat... Houd dat slot maar vrij op, kan was Wij gaan iets maken en dan met vier naar elkaar kijken en zeggen: Ja, nu zitten we hier. gaan we nou nu? <laughs> maar dat is, dat is vanuit de ambitie van wij willen gewoon een mooi TV-programma maken? Ja, nee, je wilt iets doen. Hè. Dus, dus nu wou ik al lang met de vier mannen werken, zij met mij. Mm -hmm. En dan begint dat met: Oké, Agenda's Boys, wanneer? Van september tot december, iedereen vrij? Oké, okay, we doen het. Van september tot december Zo. gaan we iets doen. Zonder dat er ook al. Iets duidelijk is. Van ja. Ah, ja, maar dat is u eigen in de problemen brengen. Hè? Dat oh. is, uh, op dat moment hebben we toch al iets concreets, is er een engagement van oké, okay, we gaan iets doen. Ja, en dan, moet je, dan begin je na te denken. Hè? Ja, ik begin niet zomaar aan iets. Allee, dat is altijd wel een, wel een, een reis. of... of, 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 of een, uh... Bij de ronde misschien nog het meest. Daar, daar had ik eigenlijk dat nog het minste nodig. Mm -hmm. Daar komt echt. Uh... Ik weet al niet meer wat ik kan zeggen zijn eigenlijk. <laughs> Dat <laughs> je bij, bij de ronde. Uh... Ah, ja. Ah, dus ja dat, was ook, ja, dat is ook een gigantisch. Op het moment als je dan met dat idee komt, zit al in de problemen hè? van fictie op de ronde, op een dag van de Ronde van Vlaanderen. Met heel veel dingen die zich op dat moment op, langs dat parcours begrepen. Ja, los van alles creatief. Technisch lijkt me dat gewoon een moeilijke. Ja, 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 dus, dus dat weten. ja, dan dan weten van, dat is bijna een idee dat je eigenlijk niet tegen je baas durft gaan vertellen, omdat je weet, je hebt er goed in, in, het is nog niet gedaan, je hebt geen dingen, maar je weet, vanaf het moment dat ik het ga zeggen, gaat er een financiële directeur bijna een actaanval krijgen, en gaat er uh, een, een berg in gang komen dat je gewoon... Uh, ik zat daar met vergaderingen met veertig met, met cameramensen om alles te overlopen, en allemaal, ja, dat is... Ah, dat is ook deel van, uh, van wat dat ik doe. Ik ben een regisseur ook. Hè, en dus, uh, voelde jij dan die verantwoordelijkheid? Jij zoiets... Maar ook hetzelfde, denk ik. Ook hetzelfde als dat ik me niet laat uh, verlammen door wat ik al gemaakt heb. Laat ik dat je op geen enkel moment mijn kop uh, binnendringen. Omdat ja. je daar niks aan moet zorgen, dat je helder kunt blijven denken. En dat je, als je... de ja, als je de stekker eruit trekt om, om, om zoiets als je kunt het niet aan of, of het is toch ingewikkeld, ja, dat weet hè dat is, dat is een gegeven. Maar heb je dan nog nooit hartkloppingen gehad of stress voor iets? Of een nee, stress, stress wel natuurlijk. En, 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 en frustratie en weinig slapen en het niet nie, nie, nie goed weten. En het, uh, maar nooit zo dat het... Uh, ja, dat je ergens moet gaan... Als je dat je het helemaal verlamd, of ja. een... Oké, okay. ik heb ook... Uh... Gehoord dat je... Want je hebt een tijdje die al de wereld ook geregisseerd. Klopt dat? Ik ben dat mee... Ja, ja. Die jaren. Je hebt dat mee jaren. opgestart ook? Ja, ja. Oké. Okay. Um, dat jij ook heel veel je voeten op tafel legt. Dat klopt. Jij ziet dat ook al <laughs> Nee, ik vroeg mij gewoon... Al. Nee, want... Ik heb je gezegd dat mijn vader ongeveer is. Ja? En dus die heeft mij heel braaf geleerd van dat nooit te doen. Ah nee, ik, bij mijn ouders hebben mij ook geleerd van dat nooit te doen. Maar hoe kom jij aan die informatie? Ja, dat, is, dat is een hele rare ding van mij. Uh, dat is als ik rond een tafel zit, ja, dan leg ik mijn voeten op. Ik vind dat ook... Die, dat, als je daarover nadenkt, dat is, dat, dat, dat is verschrikkelijk denk ik arrogant. En, ja, absoluut. En mij, maar eigenlijk ja, is dat gewoon een heel... heel ja, dat is, uh, huh? Daarmee dat ik u ook vroeg van, uh, wat maakt acteurs acteurs. Ik bedoel, op een bepaald punt zijn dat toch ongeleide projectielen of mensen die niet meer geven om hoe dat ze overkomen. Jawel, ja? Tuurlijk wel, ja. Jawel, jawel, jawel. Alleen, ik bedoel, ja, de, allee, degene waar ik mee werk, die beseffen goed genoeg van. die zijn ook beschaamd als ze, als ze de slappe lach hebben, hè, want dat is tijdverlies, dat is, dat is onprofessioneel, dat, is, uh, dat kost geld. Uh, maar jij maakt dan duidelijk dat dat, dat tijdverlies ja, is? Dat tuurlijk, dat een ja, ja, ja. Okay. ja tuurlijk. Ja, ik vind het niet zo plezant als iemand nog dieper... Allee, dat is... Uh, denk je het al bent, die naar boven komt? Ja, waarschijnlijk. Ja, ja. Nee, nee, maar dat is, dat is gewoon... Ik laat dat ook altijd, altijd toe. Omdat, maar in tegenstelling denk ik dat wat mensen denken, dat is dat allemaal wel plezant op je set, maar dat wordt gewoon ook heel lakt. Gewerkt zijn en geconcentreerd. En het feit dat je ja, de slappe lachen hebt of, of, of op elkaar moet kloppen, heeft te maken met omdat je op bepaalde momenten juist heel erg lacht aan het concentreren bent. Zodanig hard zelfs dat je bijna op iets moet kloppen of, of, moet, of, moet, of moet slap lachen of moet uh, u ontladen. Of, uh... Maar ik denk, ik denk, dat je mag, uh, ik denk, kan iedereen waar uh, ik mee gewerkt heb op een set of zo gaan vragen of dat ik arrogant ben. Ik denk niet dat, er, dat je er. Uh... Allee, dat hoop ik natuurlijk, nee, nee, nee. hé. Creativiteit die uit de grond spuit, dat is helemaal niet waar. Dat is zo'n misvatting, dat is niet waar. Dat is gewoon kloten Dat is gewoon kloot, Dat dan aan tafel zitten en, en, en hart nadenken en hakt dat is allemaal heel relatief. Dat is niks te vergelijken met teven. Wie daar manuele arbeid toe uh, Maar het is gewoon, ja, het is gewoon soms het is heel frustrerend en dat komt echt niet, niet vanzelf of niet... Uh... Hoe omschrijf je dat aan mensen? Met ideeën bezig zijn is dan de, de omschrijving, maar hoe, hoe, hoe licht je dat dieper toe aan hun naasten als die vragen wat doen? Ja, dan... ja, maar nee, ja, dat, is, dat, dat is het voordeel dat ik nu wel... Ik heb dat een dag gemaakt, hè, dus dat, dat, dat je al iets hebt dat je kunt zeggen van ja, dat doe ik en dan... Um, en mijn kinderen hebben dat ondertussen ook door dat, dat als ik uh, naar een serie aan het kijken ben dat dat op een of andere manier ook gewerkt is mm -hmm. terwijl het, ja, die, de meeste vaders of, of moeders van hun vriendjes van hun klas ja, die gaan overdag gewoon werken en, uh, en maar ik... jij dissecteert die serie dan in je hoofd? al die scenaristen die komen op bepaalde momenten ook in dezelfde problemen hè? namelijk, er is een liefdesverhaal uh, uh, er is een, een vriend verhaalt een andere dit en dat. En dan, dat wordt wel herkenbaar. Hè? Dus je ziet patronen in scenario's. En in die zin is dat interessant om te zien hoe, hoe dat zij uit de oplossing, uit de, een oplossing hebben gevonden voor een probleem dat je zelf ook al voorgestaan hebt. Maar dat jij misschien rechts hebt gekozen en zij kiezen links. En dan zie je... Oh, maar dat zij ja. uitkomen. Natuurlijk, als je, als je er niet uitkomt met scenario's en je van, had ik maar een stoel leeg maken of een tafel leeg maken, dat is oh, en alleen maar in mijn atelierken en, uh, en met mijn en uh, Alleen maar ja, respect voor mensen die dat, dat doen. Mm -hmm. Maar dat is ook maar goed, dat is, dat is gewoon. Ja, dat is gewoon maar. Dat is dagdromen. Maar bijt dat soms niet aan hoe dat je in Vlaanderen geboren bent? Pff, dat maakt toch niet zoveel uit. Stel dat je dit op Amerikaans niveau doet, ja, dan. Kan ik me voorstellen dat je nou je, je twee eerste producten al binnenwaart bijvoorbeeld? Maar binnenwaart, Daarvoor doe ik het al helemaal niet, hè. Mm. Dat is... Uh, nee, 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 het enige dat, waar, 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 waar ik nu wat bang voor ben, dat is dat je nu toch echt wel... Alleen, ik ga het gaat over de titanic titan die je zingt. Maar dat je op een gegeven moment vaststelt van... Nu is de vijver echt wel uh, leeg, gevist of... Uh, maar ja, dan kan ik nog met scenario's van andere mensen werken, hè. Dus ja, absoluut. Daar... Kun je rentenieren? Kan ik dat? Met, met wat ik nu heb? Nee, sorry. Nee? <laughs> nee? Maar je hebt toch een dvd verkopen ook? En, uh, ja, ja en... maar daarvoor ben ik een te slechte onderhandelaar uh, om daar... Uh... Dus je is nog niet binnen? Dacht je dat echt of uh... Ik durf daar soms wel van uitgaan. Nee. Als... Maar natuurlijk, ik ben 46 jaar. Uh -huh. Nee, ik ben niet binnen. Oké. Okay. Ik heb een vast contract met Oostijnvis, dus... Uh... Ja, die, die laten mij in deze fase laten die, vallen die mij ook niet lastig. En, of kunnen die je in... nog iets doen? Want stel, dat, stel dat, dat jij iets wilt maken en zij zeggen: van... gast, kom aan, dit gaat echt niet. Ja, maar dan zullen ze wel gelijk hebben, denk ik. En dan, 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 als zij zeggen nee, dan kan ik het op een ander ook niet kunnen maken. Wouter van der Noten heeft ooit gezegd: Op de Gloria, dat wordt niet een titel, het wordt in de Gloria, toch? Ja, dat kan zelfs, okay. um, de lift scène op het einde bij de callboys. Um, die stopt op een heel cruciaal moment, namelijk net voordat de lift lager gaat, maar ik stel me dan voor, uh, om, gewoon omdat ik een heel levendige fantasie heb, ja, ik stel me er wel iets. Goor bij voor dat er dan gebeurt. Ja, dat is de reden dat je het niet laat zien. Hè? Maar, uh, Omdat dat ook veel te ingewikkeld wordt op dat moment. Had jij dat in je hoofd van. Uh... Volgens mij heeft hij hem zijn nek gebroken. Uh, ah, okay. zoiets. Wat, in mijn hoofd is gans dat hoofddek eraf gescheurd. Ja, Allee, er is, maar, dat, ja, maar daarom, daarom. Daarom had ik die alpakas. Uh... <laughs> <Ja. lacht> ja, ik had zo echt iets. Uh... Hoe daarom hadden die al pakken. Nee, niet daarom, maar ik, nee, nee, maar ik wist wel dat ik, kan, ik kan dat beeld niet laten zien, dus ik heb een alternatief nodig op dat moment. Ik mm -hmm. moet iets laten doen. En, en het grote ding is: geen, een, een exterieur van het ziekenhuis is een heel logisch ding. Uh, dat is normaal het shot van het kasteel, vlak waar je de, 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 iemand ziet slapen, en dan krijg je een ruim van het kasteel en de vrouw die krest. Die dat is meestal op de ruim van het kasteel of het gebouw of op dingen. Mm -hmm. En ik dacht, ja, ik dacht, ik heb toch nog iets extra nodig. En daardoor. Uh, ik had ook een reden nodig naar wat nou, ze naar beneden zouden kunnen gaan kijken. Die J. Ja. Vleugels, die ja, gaan mij rust brengen, die alpakas. Nu, J. Vleugels, dat is Rick uh, Verheijen. Ja. Dat was. Ik herinner mij dat ik dacht, van, dat is een B-acteur. Alleen vroeger, hè? Ja, maar ik heb ook. Op tv heb ik hem nog niet zoveel goede dingen zien doen. Maar op, de, op theater heb ik die niet anders dan goede dingen zien doen. En dat is een hele. Ja, die maakt misschien niet altijd uh, de beste keuzes. Of, uh, en alhoewel, ook daarin, uh, die, die speelt gewoon heel graag. Die heeft, die heeft ergens in Ella of zo een Tedele Velle speelde een homofiele kapper. Mm -hmm. en ge, ja, dat was het tipje waar je, dacht, je vanaf minuut één aan eigende. Maar je kunt ervan zeggen wat dat je wilt. Het was wel goed gespeeld. Het was mm -hmm. typke trok. Allee, het was iets raak. Maar het was wel consequent en goed gespeeld. Wat, al de fouten, volgens mij, dat die regisseurs of die schrijvers met hem gemaakt hebben, dat is van. Ja, laat die, de riek. Die laat het best los. Als die los is dan. Terwijl als die los is, is vind ik die een, totaal niet interessant. Dus ik ja. dacht, van als je die daarin slaagt van die echt kort te houden en echt, echt bij u te houden, ja, de momenten als je, je weet dat hem kan zot worden, dat, dan kun je hem even lossen. Ja. Maar wat gebeurt er als je die is echt klein houdt en. en, en Inwendig laat boggelen eigenlijk Als ze uh, altijd uh, roepen, roepen. En, uh, en ik wist ook dat het hem dat ging kunnen, ja, want ik had hem al goede dingen zien doen. Ook. Nou, dat is um, Jan, vriendelijk bedankt. Misschien uh, even nog één paranoia-beeld van mij aan jou vertellen. Uh, ik was aan het filosoferen met iemand en die gast was bezig van cobra's hebben een ander bewustzijn als mensen, dus die zien bepaalde dingen in de lucht die wij niet kunnen zien. Cobra had... de, ja, achter... de slang. Had je lijpaddenstoelen gepakt? Of nee, nee nee, ah, nee, nee, volledig nuchter. Um, maar zoals ik zeg, ik heb een heel levendige fantasie, dus ik mag dat zelfs niet doen of ik ben dood. Maar opeens, kreeg, ik denk dat ik een paniek aanval kreeg of zo. maar opeens was dat zo van: Wow, fuck inderdaad. Wat als alles dan nu rondom mij is, in mijn hoofd zit en dat dit niet de realiteit is? Dus dat jij een hersenspinsel zijt van mij, etcetera, etcetera. etcetera en daarover gaat je helemaal paranoia worden. Gelooft jij in. Uh... <laughs> ik dacht: hoe gaat er nu een vraag van fabriceren? En geloof ik in paranormale of, of in cobra's die nee, de toe... Geloof jij dat jij een uniek wezen bent of dat ik nu in je, in je, in je, in je kop zit? En... Uh, ik las erover laatst dat, dat, dat die, Musk, die Elon Musk uh, effectief denkt dat wij gewoon een creatie van de toekomst zijn. Hè? Dus dat, er in, dat wij eigenlijk een soort... Ik heb het niet helemaal begrepen, ik dacht dat wij een soort ze dus in de toekomst heeft er iemand... Uh, oh, kom, we gaan die twee eens zitten met een micro. Misschien uh, zo wat een soort uh, Sims-achtige uh, gegevens. Dus dat kan, en hè? Ja, ja. Dus Ma nu, nu is het waarschijnlijk in de toekomst <laughs> dat ze op tv kijken en te zeggen wow. van... Man, man. Is het hier parano nooit paranoia? Nee. Nee. Jij ze echt op zoek naar lotgenoten, hè? Het is... uh, Ja, eigenlijk wel. Oh. Maar ik denk dan dat dat het brein is, is dat, van ergens... Is dat ook je ja. openingszin uh, dat je gebruikt? <laughs> Wat dan? <hè? laughs> Zit jij <je> ooit paramooi? <laughs> oh, ja. Nee, dat is meestal de slotzin, ah, ja. Omdat ik weet van... Dan gaan ze echt denken, dit is... Dit, dit kan zelfs niet. Uh, ja. Maar dus, uh, dat was eigenlijk het laatste... Het laatste de, 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 dat je me nog uh, ja, dat je mee das, kan, das, kan pakken. Maar dat Een om mee te pakken ja. naar huis. Ja, cool. nee, voilà. maar waar komen die cobras? Die, komen? Die, die zien dus energieën in de lucht. Ah, ja. Die zien dat als rood, bijvoorbeeld CO2. Wij zien dat. En van Marcom, waarom zijn dat cobras? Uh, ja, ik weet niet, dat, zijn, dat is het enige soort dieren dat dat bijvoorbeeld kan zien. Dus vanuit die gedachte is, is het wel zo dat wij ook bijvoorbeeld deze tafel als een, als een tafel zien. En niet misschien als de stoffen die het metafysisch is of in de ah, chemie. Okay, ja. Maar eigenlijk hè, zou, zou, jij, zou jij, is, doe, jij, doe jij nog regelmatig van die interviews. Ja, ja, ja. Weet u dat een heel interessant is? Jurie Bonen. Ah oké. Okay. Maar dat gaat er niet, gaat er, gaat er niet, van qua paranoia gaat er dan niet, want die dat gaat die... Dat is we co-scenarist, Dat is we Dat is mijn co-scenarist, okay. maar die, die zou bijvoorbeeld dat verhaal van die als kenning die zou zeggen, ja, maar die heeft dan ook dat gedaan, en die heeft dit gezegd, ah, en die okay. heeft dat gedaan. En, okay. en, en waarschijnlijk zijn na tien minuten, te gelukt. natuurlijk luxe, en, uh, ja, Maar dat zou wel interessant zijn. Ik vind dat een heel, ik vind dat, ik vind dat een heel interessante peer. Oké, Awelma geeft ze biedt mij zijn e-mailadres. Ça Oké, okay. nee, Jan, vriendelijk bedankt. Uh, Laatste woorden om dit interview mee te eindigen? Het was heel aangenaam. Ik was eens, uh... Ja, mm, ja. Ik was blij dat ik hier was. En Je Echt? hebt dat goed gedaan. Hè. Het was interessant. Al het was... Nee, dat mag ik niet zeggen. Het was interessant. Want... <laughs> <laughs> uh, het, was, uh... het was aangenaam. Ik heb niet... Maar ik ga ze niet naar beneden en ik weet al niet meer wat ik gezegd ja, heb. Ja, maar, maar, maar dan, dan dat is... vind ik super. Ah, en okay. Dat zijn ook de beste gesprekken, denk ik. Jan, uh, vriendelijk bedankt. En, uh... Een, een fijne verderzetting van uw dag en een, een succesvolle uh, zoveelste nieuwe serie toegewenst. Jij ook. Moeten we een hand geven voor het beeld? Uh, dat mag. En ja. zo. <laughs> Wilt u meerdere afleveringen zien van deze vlogcast? Dan nodig ik u van harte uit om te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En dat is www.youtube.com. B-E-R-T-D-C. B -E -R -T -D -C. Iedere zondag komt daar een nieuwe aflevering met de eigenzinnige kijk van een eigenzinnige bekende Vlaming. Hopelijk heeft u er iets aan gehad. Zo ja, laat gerust iets weten in de comments. Deel de aflevering op social media. Graag tot een volgende keer en vergeet niet de Facebookpagina te liken voor extra materiaal. Dat is Facebook.com slash vind www.facebook.com slash vind -ik -leuk. Een fijne verderzetting van uw dag toegewenst. En weet dat we het allemaal soms wel eens moeilijk hebben. Touloo!